Goedemorgen, het is dag 3 in Barcelona. We hebben ons klaargemaakt, we zijn al een tijdje wakker en we gaan nu ontbijten. Let's fucking go. Doei. We hebben ondertussen ontbeten en we gaan nu even naar de supermarkt, want we willen daar gewoon even kijken en misschien wat dingetjes halen. Dan gaan we terug naar het hotel en dan gaan we daarna naar La Rambla en naar de markt die daar zit. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar een hele grote overdekte markt. En ja, dat gaan we nou doen, maar we gaan dus eerst naar de supermarkt en daarna zie ik jullie wel weer. Of misschien in de supermarkt. Amused? Mm-hmm. Not amused. Oké. Okay. We zitten trouwens helemaal niet in een hotel, we zitten in een bed and breakfast, maar we noemen het steeds een hotel. En zeg maar, de ruimte waar je binnenkomt is dit. En dat ziet er echt heel erg cool uit. Ik weet niet, volgens mij komt het op camera niet echt over, maar daar zit ook een lift. Het ziet er gewoon heel erg cool uit en daar moeten we dan steeds naar binnen. Ja, met een deur waar we dan ook weer een sleutel van hebben. En die deur is inderdaad echt fucking zwaar. We wouden naar een iets grotere supermarkt dan alle supermarktjes waar we al geweest waren. En nu zijn we echt in een huge supermarkt. En we're back. We zijn ondertussen alweer naar het hotel geweest. En we hebben alleen appels gehaald bij de supermarkt. Maar we zijn nu even een metrokaartje aan het kopen. En dan gaan we met de metro naar de Rambla toe. Ziet toch? We hebben een metrokaartje gekocht voor 4 dagen. We zijn hier nog 5 dagen nu. Maar we hebben gewoon bedacht dat we dan misschien wel 1 dag niet met de metro gaan. Of niet zoveel. En dan is het zonde om er meer voor te gaan betalen, want een enkeltje kost hier echt maar iets van 2 euro. Dus dan kunnen we dat beter doen dan dat we een heel kaartje er nog extra bij komen kopen. Maar nu gaan we dus met de metro naar het station de Catalunya en dan gaan we naar de Rambla. We staan nu midden op de Rambla en er staan hier allemaal van die, wat je achter me nou ook ziet, van die levende standbeelden. En sommige zien er zo eng uit. En ik zou er echt ook nooit mee op de foto gaan. Heel apart. En eentje, ze kijken, het lijkt ook net alsof ze jou de hele tijd aan zitten te kijken en niet gewoon naar anderen. Uitgekocht. Ik heb aardbeien met ananas en jij, Alissa, heeft heel erg veel verschillende soorten fruit bij elkaar. En dat hebben we gekocht in het marktje en dat gaan we even opeten. We gaan nu weer even naar het hotel, want we gaan even een handdoek en zo ophalen en wat drinken weer bijvullen. Want we gaan straks weer naar het markt toe en dan gaan we gewoon lekker zitten, rustig aan doen. En ja, deze deur is echt super zwaar, maar daar gaan we dus gewoon even zitten. Lekker rustig aan doen, want gisteren en eergisteren waren echt heel druk. Dus nu gaan we gewoon even rustig zitten en gezellig chillen. Alissa is moe. En we zijn er weer. Ik weet niet of je hem ziet daarachter. Maar we zijn in ieder geval weer. We lopen nu een stuk door, dus weer tot aan het park. Want gisteren waren we er ook wel, maar toen hebben we niet alles bekeken. Nou gaan we dus wel wat meer kijken, want er is ook nog een hele fontein en zo. En daar gaan we nou wat meer bij zitten en bekijken. Dus daar lopen we nou naartoe.
We hebben even in het park gezeten, lekker gelegen. Ik heb gelezen en nu gaan we op zoek naar die fontein. En als het goed is zit het ergens aan die kant, maar dat weten we niet zeker. Maar we gaan hem zoeken. Ik weet wel zeker dat hij aan die kant zit. Oh, mijn zus weet het wel zeker, dus daar gaan we nou naartoe. We zijn er! Zaten Pokémon te spelen. En nou ging ik zelf ook even kijken, dus ik mag ze niet uitlachen. Maar in het dorp waar ik woon is het niet heel groot. Dus daar lopen niet heel veel mensen Pokémon te spelen. Of mensen doen het wel, maar niet in zulke grote groepen. En als je dat dan hier opeens ziet, zoveel mensen bij elkaar. Dat is echt heel apart, maar wel super grappig. En we zijn nu op zoek naar iets waar we kunnen eten, want het is 6:30. Dus we gaan even kijken waar we gaan zitten. Oké, ik ben echt de slechtste vlogger ooit, maar ondertussen hebben we alweer gegeten. Ik had tagliatelle met pesto saus en Alissa had lasagne en het was echt super lekker. Ze zeiden tegen ons dat ze de beste pizza's hadden van Barcelona. Ja, dat we dat ook gewonnen hadden. Dat ze dat gewonnen hadden, dus we gaan straks in het hotel gaan we kijken of dat klopt. En dan zal ik je laten zien of het klopt of niet, want wij geloven het niet. We zijn nu even op het strand, want dat wou ik graag. Maar we gaan straks teruglopen en dan gaan we met de metro weer richting huis, zou ik zeggen. Richting het hotel. Oh my god, lekker ingezoomd. En dan gaan we in het hotel even kijken wat we morgen gaan doen. En ik denk dat we dan ook wel snel gaan slapen al. En ja. We zijn weer terug op de hotelkamer. Het is ondertussen al 10:30 denk ik. Is het 10:30? Ja, geweest. Het is 10:30 geweest. Dus ik ga mijn make-up eraf halen. Ik heb mijn lenzen ondertussen al uitgedaan. En dan gaan we naar bed en dan zie ik jullie morgen weer. Oké, ik was het net vergeten te vertellen, maar we wouden dus nog kijken of dat restaurant hoog stond in dat... Ja, gewoon of het goed omschreven was of prijzen had gewonnen of wat dan ook. Nou, daar kunnen we eigenlijk niks van vinden. Het enige wat we kunnen vinden is dat ze op nummer 50 of zo staan van beste Italiaanse restaurant in Barcelona. Nummer 50 van de 7000, wat op zich best hoog is, maar hij zei echt dat ze volgens mij... Wel van de 7000 Italiaanse restaurants in Barcelona zijn. Ja, dat lijkt me wel heel veel. Oké, ze staan op nummer 50 van de restaurants in Barcelona. Dus wat hij tegen ons zei klopt niet. Ik denk dat hij gewoon dacht dat we een stelletje domme toeristen waren. Zijn we ook. Ja, dat zijn we ook. Want ik wou dus een foto maken van het restaurant, de naam van het restaurant, zodat we hem later konden opzoeken. Dit is de foto. En nou gaan we echt slapen. Dus tot morgen.